Maatschappij 2. Thema media. Hoofdstuk 5. Reclame. Reclame is belangrijk. De media verkopen zendtijd of ruimte op hun website of ruimte in hun krant aan bedrijven die reclame willen maken. Hoeveel zo'n advertentie kost, bijvoorbeeld op tv, ligt aan de hoeveelheid kijkers naar zo'n programma. De kijkcijfers dus. Populaire programma's, zoals bijvoorbeeld WK voetbal, Olympische Spelen, waar altijd heel veel mensen naar kijken. Als je daar reclame in wilt maken, kost dat als bedrijf veel geld. Daarnaast wordt ook gekeken naar de doelgroep. Als je bijvoorbeeld bij een programma als The Voice of Holland reclame wilt maken, dan richt je je op de doelgroep die daarnaar kijkt. Jongeren als doelgroep. Jongeren worden steeds belangrijker als doelgroep. Ze kopen veel en daarnaast hebben ze invloed op het koopgedrag van hun ouders. Veel bedrijven doen dan ook bij jongeren aan klantenbinding. Zo proberen ze ervoor te zorgen dat later, wanneer ze volwassen zijn, ze bij hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld hun mobiele abonnement afsluiten. En daarnaast geven jongeren ook de trends aan die gaan komen. Ze lopen vaak voorop in het gebruik van nieuwe apparatuur, kleding enzovoort. Dus door jongeren goed in de gaten te houden, weten bedrijven wat over een tijdje modus zal zijn bij de volwassenen. Hoe werkt reclame eigenlijk? Reclame werkt eigenlijk op drie manieren. Ze maken gebruik van allerlei gevoelens. Dus van humor tot chockerend. Daarnaast maken ze gebruik van ideaalbeelden. Ze schetsen een perfect plaatje waar iemand aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan schoonheidsproducten. Of ze maken gebruik van bekende mensen. Er zijn wel regels voor reclame. Zo is spam in Nederland verboden en is er in de mediawet het een en ander geregeld voor reclame op televisie en radio. Wat staat dan in die mediawet? In de mediawet staat dat per uur maximaal 12 minuten reclame uitgezonden mag worden. Sluikreclame is officieel verboden. En programma's mogen worden gesponsord. Je krijgt dan de bekende vooraantiteling: dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door.